Yo, het is leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Uster vandaag. Samen met jullie werken we aan een gloednieuwe video van Ark Survival. We gaan vandaag verder met onze survival. Al onze dino's staan er nog gelukkig. Daar ben ik zeker blij mee. Ik ga even kijken of het metal teruggespawnd, want het komt er bijna niet terug. En dat is het nog steeds niet. Dus dat is een nadeel. Wat we deze keer gaan doen, ik weet het eigenlijk niet wat we nu gaan doen, want we hebben niet meer zo heel veel te doen. Aangezien, ja, echt grote vooruitgang kunnen we niet meer echt maken. Dus dan is het moeilijk om iets te gaan doen. Even kijken, waarom volg je Stego? Kan dat überhaupt wel? Fluitstop allemaal, zo. Wat we wel eens kunnen doen, is gewoon eens leuk met de PTE rond gaan rijden. Kunnen kijken of we misschien een karnootje of zoiets kunnen tegenkomen om te temmen. Want voor de rest weet ik het ook niet. En dan doen we wel heel even wat zware spullen weg. Zoals dit kan weg. Stenen kunnen weg. Jij bent zwaarder. Jullie eet ik gewoon op. Dit drop ik gewoon te bederf toch. Dit ook. En dan, zoals een beetje zwaar, niks. Kijken of we nu op onze PTE kunnen vliegen. Waar is die? Hier zo. Dan gaan we hier nog een beetje levelen. Je kunt één keer levelen, later dan levelen in gewicht. En dan kunnen we één keer naar die kant toe gaan, want die kant ben ik nog nooit geweest. Dus we kunnen die kant eens gaan kijken of hier is leuk. Dus we kunnen ook wel eens een keer een krokodil temmen, weet je. Ik heb het nog nooit gedaan, dus voor mij zou het iets anders zijn om een krokodil te rijden. Of misschien, ja, zo lang, die kan je niet echt temmen, want je kan je niet echt rijden. Er zit ook niks aan om hem te temmen. Uitkijken, dus dat die slang niet dan achter mij aangaat, dan moet ik meteen weg. Ik zie er wel een metal trouwens. Even kijken, die slang komt nu naar mij toe, kan ik naar boven, moet wel even uit gaan kijken. We kunnen hier omheen een rondje vliegen. Ja, misschien vinden we iets waardevol. Of iets. Een dino, iemand in dino die waardevoller is dan het gemiddelde dino. Want ik wil wel iets leuk dino hebben. Ik ga niet de moeite doen voor iets anders. Ik ga ook niet meer denken een aardje vertemmen. Dat is gewoon iets wat nodig is. Aangezien, ja, weet je, we hebben dus nog 3 of 4 afleveringen. En dan stopt de serie. Dus dan is het een beetje onnozel om dan nog fucking heel veel moeite te doen om allemaal van die gekke dino's te tellen. En om gekke dingen te doen. Kom nou, land hierop. Zie ik hier iets wat leuk is om te tellen? Nee, ja, ik zie daar een kaprasoeges, maar die zijn echt irritant. Daar zie ik een Sarko. Zal ik hem proberen? Ja, fuck dat, ik ga gewoon hem temmen. Is dat raak? Is dat raak? Hij is ruzie aan het maken. Ik zie niet zo snel een andere Sarko. Ik moet jou wel hebben. Dat is toch raar ongeveer. Zo, dit moet raak zijn. Ik ga zo dichterbij staan. Ik heb wel een idee hoe we dat gaan doen. Aangezien hij nu echt dicht bij die rand is, ga ik gewoon op die rand staan met mijn PT. Ga ik gewoon van boven afschieten. Dus we gaan niet er moeilijk over doen. Even kijken, landen. Afstappen. En dan even kijken of hij er ergens staat. Gaat hij vechten? Ja, hij is sowieso dood. Dat wint hij niet van een Stego. Of hij moet een heel hoog level zijn. En nee, Stego is echt laag level. Stego is level 44 en hij is level 33. Zou een hoog level zijn geweest, maar die Sarko gaat nooit winnen. Oh, wacht eens even. Die wordt door meerdere dino's aangevallen. Wint hij nou? Lekker Sarko. Had ik niet verwacht eigenlijk. Oké.
Duidelijk. Dus je bent een sterke jongen of meisje, wat ben je? Kan je het zien zo? Sterke jongen. Kill hem nou even dan. En ik wil die vlees hebben. Lekker. En nu ben jij mijn doelwit. Ja, en hij het lekker. Dat was toch wel een hit, lekker. Kom op, kijk, dat bedoel ik. Nog een hit. Je gaat van mij worden, Sarko. Toch genoeg pijn, ik heb er vaak 99 tegen, dat gaat goed komen. Je gaat echt wel knokken en je rent nu al weg. Dan rolt ik je van een vier goed. Kan blijven beschieten. Waar is Nokkie? Wat deed ik daar nou weer? Ik ben even dom. Nee, weet je, ik dacht er niet bij na. Want bij de meeste spellen al spring je daar vanaf. Ja, oké, misschien je krijgt een beetje bloed in beeld of zo. Maar niet dat je nog maar 10 HP of zo over hebt. Maar dat is de fall damage hier staat zo hoog in Ark altijd. Daarom, trouwens, jij, gaan ze weg. Gaan ze weg. Elk valt die Nokkie. Dus level up, wat we wel gaan doen, even snel eens. Jouw levens AP, want je kan wel in een gevaarlijke situatie komen. Waar lig je? Meneer de Sarko, hoeveel AP heb ik? Ik heb voor één klap, ik ben neer. 18, maar het gaat omhoog. Meneer Sarko, jij gaat van mij worden. Zo. Even kijken, kan ik aan een Sarko zadel leren? Dat is ook belangrijk. Oh nee, wat doe ik nou? Kom op. Sarko. Ja, die kan ik leren. Cement. Are you serious? Oh nee man. Ja, maar zoals je ziet, ik heb creative mode gebruikt. En waarom ik die heb gebruikt, jullie zien misschien geen verschil zo. Maar ik heb nu wel alle blueprints. Nee, ik heb het gebruikt omdat de vorige video had ik, zoals jullie weten, een truik en een stego getemd. En die zijn omdat ze niet opgeslagen, zeg maar. En ik wou hem even opnieuw temmen, maar ik had geen zin om alles om zo lang te doen. Ik dacht zo van, ik ga goed snel even op gsm mode, ga ik snel eentje verzoeken en even snel temmen. Dat is 3 keer zo snel geweest. Het enige probleem is, ik heb geen cementing pees. En die gaan we maar gewoon eerlijk halen. Kan je hier blijven liggen? We kunnen erop wagen. Want volgens mij is letterlijk die kant op onze beest. Ja, jammer eigenlijk. We hebben wel echt cementing pees nodig. Dan kunnen we dat halen. Ondertussen ga jij temen. Maar waar, ik weet ook wel van de mantic beest te vinden is, dat is geen probleem. Dus die moeten we heel even ophalen. En dan gaan we meteen onze Sarko saddle maken en dan kunnen we best easy hem even meenemen. Daarnaast, als we alles hebben getemd, kunnen we heel misschien ooit misschien een rechter of zo temmen. Aangezien we toch niet elke blueprint hebben. En dus ja, ik hoef het niet meer te zeggen, gewoon toch een kurt server zijn, omdat we hier nooit klaar gaan komen. Maar even voor Ark Valguero. Ik kan het uitspreken. Ik heb een beetje geoefend, nee grapje. Ik heb gewoon beter gelezen. Maar Valguero, ik ga daar veel beter of veel meer aan besteden. Ik ga er ook op Small Tribes spelen. Gewoon met vrienden. En dan ga ik soms live op Small Tribes of gewoon soms gewoon een video. Maar wat jullie moeten weten dat ik heel veel buiten de schermen gaat doen, dan moet je dan heel even weten dat jullie denken dat ik dat alles in schermen ga doen. Ik zie trouwens 0,0 beverdammen. Normaal zijn hier beverdammen. Misschien is het omdat het te lang duurde voordat het moet inspawnen ofzo, dat het lange tijd moet zijn ofzo. Want ik heb normaal heb je daar geen last van, dat dus je gewoon 24-7 de server draait. Maar nu natuurlijk, letterlijk alleen als ik opneem, dat is misschien al een half uur, een uurtje per
week. En dat is niks. Nothing. Oh, dat is een kantrolaat, maar ik weet niet wat je precies meer nodig hebt voor cementingpissen te maken. Ik weet wel, je hebt sowieso kuiten kaarten nodig. 20 stuks, dan zou ik de 100 moeten hebben zonder mijn tafel te gaan gebruiken eigenlijk. Maar anders kan ik niet aan zijn zadel komen en ik wil ook heel graag zijn zadel krijgen. Even kijken, loop ik überhaupt wel de goede kant op? Even kijken, ja. Even kijken, snel naar de beest kijken of we het kunnen maken. En trouwens zie ik daar nou zo'n meskever. Ik weet niet hoe jij werkt, dus ga je gewoon killen. Ik weet, jij valt me terug aan. Maar volgens mij krijg ik veel wel kuiten en dat wil ik nu wel hebben. Je ziet, oh lekker, meteen 78 erbij. Dat hebben we heel erg hard nodig, dus ik heb meteen een stuk met kuiten. Ik hoop wel dat mijn Sarko er nog ligt. Als hij er niet meer ligt, is gewoon de hele aflevering verpest. En dan hebben we gewoon niks deze aflevering gedaan. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een zadel en dan kunnen we de volgende keer sowieso gaan temmen. Dus geen probleem. Even kijken, hoeveel hebben we nodig? 100 toch? Want 5 volgens mij. Dus even kijken, ik heb nu 78 bij de hand. En even kijken hoeveel er nog hierin zit. Nog 78. We hebben sowieso genoeg. Alleen ik weet niet wat ik voor de rest nodig moet hebben. Ik ga eens hier kijken. Ik zie bedorven vlees, ja. Moet je even niet. Oh, gekke dingen. Wat is dit nou weer? En ik ga een conserveerzout. Cementing paste. Steen hebben we nodig. 20, 80, 160. 160, 136. Zeg dat ik nog eens in de andere kist heb. Ja, is dat genoeg? Ja, volgens mij is het dan net genoeg. Kunnen we dat maken? Dan hebben we genoeg voor cementing paste, als het goed is. Net iets te zwaar, maakt niet uit. Zo, als het goed is kan ik er 20 maken. 20, lekker. Dan gaan we hier even opzoeken. Sarko. Ja, ik moet wel iets duidelijker, denk ik. Sarko. En dan even kijken, wat missen we nog? Ja, cementgewezen heb ik, vezels heb ik, leer. 230 stuks, dat heb ik vast wel ergens in de kist. Even kijken, hier niks. Hier hebben we vast wel genoeg in zitten. Anders ben ik echt teleurgesteld. 103 maar. Ik hoop echt dat er nog een smithy het in zit, anders ben ik echt fucked. Kom op, smithy. Daar ben ik teleur. Hoe kan ik maar zo weinig leer hebben? Er zit niks meer in. Niks. Ik vraag me niet of de Sarko misschien is al wakker geworden ofzo. Ik moet echt snel gaan. Nee. Ik ga denk ik heel even met mijn vogel even controleren hoe het nou met hem zit. Of hij nog te licht. Super chill dat hij er nog is. En dan even kijken of we narcotics bij moeten bijvoeren. En daarna kunnen we even kijken voor wat leer. En dan hebben we hem van mezelf. Hij ligt er nog, dat is super nice. Kom op land. Zo. Je hebt waarschijnlijk niet narcotics nodig. Maar. Weet je wat? Ik geef je er gewoon even een stuk of zo. Weet je, dan heb je iets meer. En dan hebben we iets meer vertrouwen om jou alleen te laten. Dan gaan we jou even killen, want je staat hier best mooi. Van jou door de hoofd hakken. We hebben het zo dood. Ik heb volgens mij 130 over nodig. Dus even kijken, staat mijn PTE er nog? Ja, even oog houden op de PTE, lekker. Zo, oké, even ja, leider uithakken. Ik krijg nooit 130 uit jou. Op het geluk wel. Oh yes, lekker. We hebben dus genoeg spullen voor zijn zadel. En ik ben uitgedroogd, hier is vast water. Een beverdam. Wauw. Hier is gewoon een beverdam. Zal ik? Nee, ik ga hem nu niet looten. Heb ik nu toch niet nodig. En dat is gewoon gevaarlijk voor even niks. Ik ben te zwaar. Waardoor ben ik te zwaar? Even kijken, leer is zo zwaar. Dus ik drop gewoon even dit. Voor al dat vleesjes. En ik ben niet meer te zwaar. Lekker. Een beetje te zwaar.
Ik moet eigenlijk denk ik te voet met naar de Sarko gaan, want ik kan nooit zoveel dragen op deze PT. Dat is een hele zadel en dat is echt wel te veel voor hem. Dus moeten we even gaan uitkijken. We gaan even hier parkeren. Zo, en dan gaan we kijken, Smetty. Nee, niet Smetty. Hoe kan ik zo weinig leer hebben? Oh, nu kan ik ook al die dingen maken. Een Dino Leech. Wapens. Ik kan echt alles maken. Is wel vet. Maar ja, we gaan even mijn levels levelen. Even een movement speed. Dat meteen dat ik weg kunnen rennen. Zijn dus level 67. 50. En als het niet is, zo is, weet je toch waar die Beverdam is. Dus nu maakt het niet meer heel veel uit meer. Het is maar 4. Oh, dat is maar 4 kites in die kaart. Oh, dat weet ik niet. Maar dan gaan we even kijken. Een Sarcocel. Zo, en dan is dat een Sarcocel. En hebben we hem. Super chill. Hebben we gewoon voor de Sarco, hebben we gewoon een zadel. Dan doen we. Zo, even kijken. Hij is klaar. Ik ben niet level up. Oh ja, ik ben wel level up. Movement speed een beetje erbij. En dan gaan we terug. Volgens mij zijn we nog rond nu. Zal die zijn 50%. Ik denk ook dadelijk klaar. We moeten hem even gaan beschermen. Kut. Kom op, we moeten even terug naar de beest. Hij volgt mij wel. Hebben we bescherming op zak? Snel, snel, snel. Een goede pijl equip me. Volgt hij me nog? Oh ja, maar hij is echt ver weg. En we kunnen jou wel even killen. Dan zijn we van jou af. Dat is echt scheef. Maakt niet oud. Een hit. Hij ziet zijn aanval, dus we kunnen gratis hits doen. Zo, easy. Wat is überhaupt een aanval aan de slak? Oh, dus hij kunnen een rouwpremium vlies aan hem geven. Dan is hij 3 keer zo snel. Trouwens, ben jij dood? En dan ga ik je ook meteen even uithakken. En dan even kijken, wat heb je allemaal? Ik weet niet wat je allemaal hebt, maar ik neem het gewoon mee even. Dan gaan we het snel aan me lopen. Dan kunnen we snel onze rouwpremium vlies aan mijn Sarko geven. Ligt hij er nog? Hij ligt daar niet meer. Jawel, hij ligt er nog. We kunnen dat geven aan hem. Dan is hij iets sneller. I guess. Dan doen we even deze eruit halen. Zo, en dan. Zo. Dan gaan we even kijken. Dit kunnen we droppen. Dit. Dit. Oh, waar ik heb niet armor aan. Oh ja, nou, maar maakt niet uit even meer. Dan gaan we bewegingssnelheid erbij doen. Dan gaan we wachten tot jij aan het eten bent. Hij is al 84%. Hij is zo klaar. Dan doen we even deze alvast erin. Dan heeft hij een voorraad van eten. Eet één op, hij is klaar. Super chill is dat. Hij gaat 16 levels omhoog. Dat betekent dat hij level 6, 49 zal zijn. Wacht even, die ene app heeft gedaan. Dan parkeren we hem thuis. Kijken of een Dino. Hoe chill. Een Sarko is. Ik heb nog nooit. Of hoe snel die ook is. Ik heb nog nooit een Sarko bereden. Ook nog nooit getemd. Omdat ze eigenlijk waardeloos zijn. Ja, misschien wel combat. Maar eigenlijk, als we een combat Dino willen, tem ik al veel liever een T-Rex of zo. En een Raptors eigenlijk vind ik nog beter. Want Raptors vind ik chill. Maar je is echt makkelijk aan temmen. Je doet er gewoon 20 temmen. En dan stuur je zo mijn dino af. En de dino weet niet meer wat hij moet doen. Hij gaat gewoon wegrennen. En ik kan niet wegkomen van raptors. Trouwens, ik wil echt graag een dinosaur zeker gaan uitproberen. Hij lijkt me echt sterk. Ik weet dat hij op muren kan klimmen. Dat is die nieuwe raptor die komt in de nieuwe ark. Ik weet niet of hij in deze ark er al is. Hij kan op muren klimmen, wat ik weet. Hij kan springen. Hij is gewoon een grotere, sterkere soort raptor die op muren kan klimmen.
Kom op, doet hij één hap nou. En hij is getamed. Oké, lekker. Level 59, wat ik zei. Of nee, ja. Of ben ik mijn level 9? Of 49, laat maar, dat zei ik. Dan gaan we jou die zadel geven. Zo. En dan gaan we de eerste keer van mijn... Oh, je bent best snel. Oké. Duidelijk. Je bent echt snel. Dat is wel heel chill. Je bent echt snel. Dan kan ik op jou nog best lopen. Wat heb je hond? Oh, niet jij natuurlijk. Ik moet even zo gaan doen. Even kijken naar je stats. Lekker HP. Uithoudingsvermogen is goed. Gewicht. Je hebt echt een goede. Vind ik dan. Je hebt goede melee damage. HP kan je nog erbij moeten krijgen, maar... Oh, je kan ook, dat is je special move, door L2, die gewone bijt. Een dik per ongeluk, oké. We kunnen dat misschien uitproberen op een dino, maar... We kunnen dit om een stegel, ja, een stegel is wel gevaarlijk. Oké, we hebben een... Hoe heet dat, een Sarko, super chill. We gaan nu, we hebben niet toch stamina ouder, dan gaan we zeggen ze van, stop allemaal en zetten we jou op... Neutraal, want jij bent ook sterk, dus jij kan makkelijk ons beschermen tegen dino's. Heb jij je stamina terug en dan zetten we je terug. En dan was het dan voor deze keer. Dus vonden jullie de video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker ook op dit kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer zie. En dan zeg ik later.